allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw filmpje op het Scholen in de Kunst YouTube kanaal. Mijn naam is Marit en ik ben musical docent en ik ga vandaag met jullie aan de slag met tableau vivant. Wat is een tableau? Nou, een tableau is een levend schilderij. Het is een spelvorm bij theater waarin de spelers bevriezen in een bepaalde handeling, personage of situatie. En vandaag gaan wij onze eigen tableau voorstelling maken. Ik ga jullie stapgewijs uitleggen hoe we dat gaan doen. Stap 1. We maken een tableau scenario. Dus wij gaan eigenlijk bedenken wat voor verhaal wij in onze voorstelling willen vertellen. Wie daarin spelen, waar het zich afspeelt en wat er gaat gebeuren. En dat gaat er ongeveer zo uitzien. Maar je mag trouwens helemaal zelf bedenken hoe je een tableau scenario maakt. Je kan het ook tekenen of knutselen. Maar nu ben ik daar niet zo goed in, dus heb ik het geschreven. Mijn ziet er ongeveer zo uit. Van een tableau maak je een foto. Dus daarom staat er bij mij foto 1, foto 2, foto 3 en foto 4. Want als je al die foto's achter elkaar plakt, vormt het eigenlijk één voorstelling. Dus je maakt 4 foto's. In je tableau scenario ga je uitschrijven wat er op elke foto, in elk tableau dus, zich afspeelt. Nou, ik heb hier wie, wat en waar. Dus je schrijft wie er in dit tableau spelen, dus wat voor personages. Dit kan iedereen zijn die bij jou thuis in quarantaine zitten. Wat er gebeurt op de foto, dus wat voor situatie zie je. En waar het zich afspeelt, op welke locatie. En voor elke foto kan je het zo uitschrijven en bedenken, hey, wat voor tableauvoorstelling wil ik maken? Een goede tableauvoorstelling heeft een goed begin, midden en eind. In foto 1 is er eigenlijk nog niks aan de hand. Je laat je personages zien, dus wie er allemaal in jouw verhaal gaan spelen. En je laat zien op welke locatie jouw voorstelling zich afspeelt. In foto 2 en foto 3 laat je de situatie gebeuren. Dus misschien struikelt er in foto 2 wel iemand over een Lego-blokje. En valt diegene in foto 3 op de grond. Dus dan maak je een foto dat diegene op de grond ligt. Met heel veel pijn. In foto 4 laat je het einde zien van de voorstelling. Dus de oplossing, de reddingsactie of het happy end. En zo sluit je eigenlijk je korte mini voorstelling af. En dan ga je aan de slag met je decor. Je hebt nu zo'n mooi tableau scenario geschreven. Je weet wie er in jouw verhaal gaat spelen en wat er gaat gebeuren en waar dat zich afspeelt. Maar dan moet je nog een goed plekje zoeken waar je die foto's gaat maken. Nou, zoals je ziet heb ik hier een bos gemaakt van heel veel planten in mijn huis die ik kon vinden. En dat kan jij natuurlijk ook doen. Je kan een mooie locatie in jouw huis gaan zoeken waar je allemaal, nou ja, ik heb dus planten bij elkaar zet. Maar je kan ook met potten en pannen aan de slag, met heel veel lakens. Of misschien wel met heel veel boeken. Je kan eigenlijk met alle voorwerpen in je huis wel een decor maken. Stap 3. Maak de foto's horizontaal en niet verticaal. Horizontaal creëer je een veel breder beeld. Kun je meer personages op de foto zetten en meer decor. Stap 4. Plak de foto's achter elkaar op je telefoon. En zet ze op Instagram of Facebook met de hashtag Scholen in de Kunst erbij. Of app ze door naar opa's, oma's, vrienden en vriendinnen die je nu eventjes niet ziet. Voor nu heel veel plezier en succes. En ik ben benieuwd welke mooie tableauvoorstellingen ik allemaal tegen ga komen op mijn social media kanalen. Tot ziens!